ben wel echt mijn doel aan het bereiken, dus dat is mega fijn. Maar omdat het vakantie is, hebben we besloten. Maar helaas hoort dat er ook af en toe bij. Ik heb visite. Ik had geloof ik. Het is maandag en ja, de luier van mijn pop is kapot, dus ik heb hem daar net even aan niet. Nu even de niet-machine terugzetten. Gaat het wat moeilijker met jullie bij, maar oké. Okay. Nou, dan even spelen. Goedemorgen, het is maandag. Het is ochtend, ik heb net thee gezet en ik moet nog eten, maar ik weet niet waar ik trek in heb. Ik ben zoveel minder gaan eten. Dat elke keer denk ik zo, dat is echt veel, weet je wel. Maar het gaat hartstikke goed, want ik ben wel echt mijn doel aan het bereiken, dus dat is mega fijn. En wel heel heet. Dacht ik ook wel drinken, maar nee. Ik ben wel aangekleed, in ieder geval ik heb mijn kleding aan. Ik heb nog niet mijn outfit klaar, dus dat ga ik dadelijk doen. En dan laat ik het, als ik het niet vergeet, zien. Sarah is zich nu aan het aankleden en het is rot weer vandaag, dus we gaan denk ik gewoon even heel veel hier in huis doen. En misschien ook nog even wat vuil en zo wat ik uitzoek wegbrengen, maar dat zien we dadelijk wel. Ik heb pas vandaag laat afgesproken, dus voor de rest van de tijd heb ik lekker, ja, kunnen we lekker doen wat we willen. Sarah is wel aangekleed is, dan wil ze geloof ik even op de spelcomputer, dus... Misschien nou even Just Dance. Dan heeft ze toch even wat beweging. Want lekker buiten spelen zit er ook niet echt in nu. En ik moet ze ook nog opmaken. Ik heb trouwens wel het gevoel, maar dat kan ook aan mij liggen, dat die crème een klein beetje wat begint te doen. Alleen elke keer als ik hem opsmeer, dan gaat mijn voorhoofd heel erg glanzen. Maar het is nog vrij vroeg om het te zeggen. Want ik zit nu op 1,5 week. En ze zeggen tussen de 4 en 8 weken dat je resultaat moet gaan zien. Maar ja, als het heel subtiel is... Dan zou het natuurlijk wel een begin kunnen zijn. Of ik wil het graag zien. Dat kan natuurlijk ook. Want ik wil heel graag resultaat gaan zien. Ben aangekleed. We hebben net wel wat opgeruimd. Maar omdat het vakantie is, hebben we besloten dat we eerst film gaan kijken. En nou pas weer verder aan de slag gaan. Dus ik zit nu een Pokémon film te kijken. Pokémon Detective Pikachu. Echt mijn genre, maar... Je vindt hem helemaal leuk, hè? De Pikachu Detective heet hij gewoon. Ja? Nee, hij heet Pokémon Detective Pikachu. Staat er ook. Dus die gaan we kijken. We hebben net wel even een pauzetje gedaan. Dat ik even tussendoor wat gedaan heb. En Sarah ook. Nou, kan je lekker knuffelen. En dan gaan we zo wel weer aan de slag. Het zonnetje is eindelijk gaan schijnen. Dus ik heb met Sarah het konijnenhok gedaan. Die moest gedaan worden. En die is nu lekker aan het buiten spelen. Met een vriendje van haar. En ik ga nog even snel wat dingetjes opruimen en uitzoeken. We hebben net gegeten en we hebben besloten om maar weer een film te gaan kijken. Oh, lekker op de bank hangen. En ik weet nog niet wel wat we gaan kijken. Maar ik heb gewoon een beetje, in ieder geval, er heerst hier een sfeer in huis van een beetje een baalvakantie. Maar ja, helaas hoort dat er ook af en toe bij. Ik zag een mail, ik was even afgeleid, maar... Dat was niet wat ik dacht dat het was. Ik ga even wat te drinken erbij pakken. Sarah ligt weer op bed en ik heb een lekker blikje Maza guava sap. En deze rietjes die heeft Sarah op een gegeven moment voor de verjaardag gekregen. Die hadden we op de lijstje gezet. Maar ik ben er echt zelf ook wel eigenlijk heel blij mee. Ze zijn metaal. Ik vind ze mooi. Ze blijven ook mooi. Ze zijn heel goed schoon te maken. Beter voor het milieu. En ze zijn gewoon heel fijn. Ik heb visite. Ik ben met... Zo. Die was echt heel grappig. Ik ben met Denise. Hallo. Hey Niel. En we hebben het alleen maar over leuke dingen. Alleen maar over leuke dingen. Dat is de regel vandaag. Ja, goed. Denise is naar huis gegaan. Toen ben ik gelijk gaan editen. En die staat nu te renderen. En dat was...
was met een werk. Want Sarah wilde echt heel graag heel veel zelf doen. Gisteren met Moederdag. Dus zelf filmen, zelf ontbijt maken. Maar dat betekende dus dat het echt zoveel pulpmateriaal is geworden. En ook echt heel veel onbruikbaar. Dus ik moest echt zo zoeken. En ik had geloof ik 1,5 uur beeldmateriaal en er is 10 minuten van overgebleven. Maar ja, dan moet je het wel allemaal door stukjes eruit halen. Maar heel veel was niet te verstaan of zag je niks op. Dus ik hoop dat het een beetje leuk is geworden. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb er in ieder geval heel veel tijd in besteed. Oh, en nu ga ik even een appeltje eten. En nu is het lekker tijd om naar bed te gaan. Oh, even licht opzoeken. Zo stom. Maar goed, ik ga het niet weer vertellen. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei doei!